Hoi. Opa, fotootjes. Hoi, grootje. Wat? Welkom bij een nieuwe video van Irma Knol. Irma Knol, dat ben ik. En ik zit hier met mijn allerliefste kinderen. Ik heb er 3. En ze zijn hier allemaal. En zo, Jen, Milan. En iedereen is aan het eten en aan het drinken. Het is spannend. Of, moet je ook wat? Niks gekregen. Geef je straks wel een hapje, zo'n vliegtuigje aangevlogen. Misschien gaan we dat nog zien. Misschien gaan we dat nog zien. Vliegtuigje aangevlogen. Ja, want wat gaan wij vandaag doen? We gaan reageren op video's van vroeger. Ik heb ze laten digitaliseren. Niemand heeft ze nog gezien, ik zelf ook niet. Ik heb ze opgehaald in Wassenaar. We waren er wel bij. Waarbij? Toen het werd geschoten. Maar ik weet niet wat. Ik weet alleen dat Jen, die was in ieder geval heel klein. Die is denk ik echt baby en misschien 2 of zo. En nou ja, en jullie dan, die leeftijd die jullie toen hadden. Dus ja, wat is het? 11, 12? Wij gedroegen ons alsof we 2 waren. Dus het was eigenlijk alle 3 gewoon hetzelfde. Ja, precies. We kropen alle 3 over de grond. Dus we zijn heel benieuwd. En ik denk dat trouwens de volgorde ook niet logisch zou zijn. Want ik heb gewoon die filmpjes ik gewoon ingeleverd. Hij heeft ze in zo'n ding gestopt en we gaan het zien. Ja. Dus misschien is het wel van Shen 2 ineens een baby. En ja, we gaan het zien. Ik zou zeggen... Nee, de raarste groeispeurt ooit. Ja. En wat doen we als... Jens zonder luier rondloopt. Heel hard lachen. En knippen, zegt Jens. Oh my god, nou we gaan het zien. Hey, kijk die gladiales. Dit ben ik. Ja. Milan, één van de BBB boys. Milan, kijk ook één van de BBB. En dan zien we de sparks van Enzo. Hallo Enzo. Wel zenuwachtig voor vanavond? Ja. Ja? Ik heb een beetje. Toen was een groep of zo. Toen wij zeiden, ja, van op de Berenkuil. De BBB Boys? Ja, gingen optreden. Ik weet niet of dat ook opgenomen is, maar jullie gingen optreden. Zeker. Ja, jullie gingen toen optreden. En Jim was er toen nog niet. Zo lang geleden. Zo lang geleden is dat. Ja. Wat sick. Is dit het optreden? Dit is het optreden. Dus dat denk ik wel. Oh, dat ben jij! Dat ben ik! Hoi, yo! Dat was mama! Ja, dit film ik niet. Ja. Oh, daar ben je. Nee, let op nog een keer. Kijk, nu. Nee. Oh, dat is mama. Och, man. Kort, ik ben er al vooruit gegaan, hoe kan dat nou? Hey. Oh, dat is verkeerspark Assen, denk ik. Oh mijn god, de meen.
Kijk, die wil inderdaad heel geconcentreerd en een beetje bezorgd. Ja, ik was altijd bezorgd. Ik dacht van, als jullie maar niet uitstappen of zo. Kijk. Ja, zie je, daar ga je niet alleen in. Maar ik weet dat wij toen we wat ouder waren, Milan, dat wij ook van bootjes gingen overstappen ja, en zo. Ja. Elke keer op zo'n plek waar de toezichthouder ons niet kon zien, gingen wij overstappen. Gingen we overstappen. En bij die brug gingen we hangen. Ja. Kijk dan, ik ben helemaal blij. Ik mag wel alleen. Oh nee, dat ben ik. Dankjewel, ik zit daar links. Ja, kijk mijn crew. Oh, wat stoer. Geen jetski, bro. Ze hebben eigenlijk een cool kapsel, hoor. Ja, gewoon een opskeer in de zijkant. Een beetje hetzelfde als wat Sim heeft. Ja. Maar die kledingstijl, dat is nu ook super in. Met die jerseys en zo, helemaal tot hier. Ja. Heel lang. Even wat gek. Ik rijd net Willem-Alexander. Oh. Ja, de autootjes. Trapautootjes. Even denken hoor. Maar dit heb ik ook een keer gedaan. Ja. Kijk, ja. Kijk Milan. Oh mijn god, hij gaat even tanken. Tanken. Dat klopt. In de stoel. Ja. In de stoel ga je tanken. En ook kijken hè, zo van zitten. Hi jongen. Hey. Hey, 99 in de chat. Ik begrijp de kijkers van mama echt. Kijk, ze zijn met alle zwaaien. Kom. Weer zwaaien. Altijd zwaaien. De hele tijd zwaaien om alles. Probeer zwaaien. Jimmy had bij mij wel nog een keer mee gestuurd. Een paar jaar geleden, maar 2 jaar geleden. Zullen we nog een keer? Kijk, zeg, lekker. Zijn we niet aan de pakken? Nee. Ja, dat wist ik ook wel. Ja, gewoon. Check het. Zijn er nog een keer? Adam. Wat is oma? Wie is de oma dit? Ja. Wat is dit dan? Kerst of zo? Ja, 25-12. Ja. En dat is ook echt iets van vroeger, dat die datum er altijd staat. Ja. En de tijd op seconde. Ja. Ja, mooi. Ik weet wel dat Shen altijd een dikke kop had, joh. Ja, dat klopt. Ja. Dat is goed recht, hoor. Oma, je staat hier een papier op de raam. Mes. Ja. En een lepel. Ja. Zo is schattig, hè. Toen was Shen. Ja, met mijn oma. Ja. 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 Als die schuim is gemaakt, krijg je het er niet uit. Ja, en moet je hem hier ook maken. Kijk, opa. Opa, fotootje. Oh, je hebt zo'n muts met zo'n pet. Ja, ik wil er niet over hebben. Zo'n muts met zo'n cap hier zo. Wat eet je hiermee, Shanna? Wat eet je hiermee? Wat ga je hiermee eten? Ja. Wat eet je dan mee? Hè? Toet? Ja. Toet? Ja. Toet? Ja. Toet? 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 China, Japan. Gaan we helpen. Best wel apart nu om zo te zien dat leeftijdsverschil eigenlijk ook. Volgens mij niet allemaal. Ik vind het graag ook een leuk. Doe maar hier een zweet kleine geest. Zo. Hier, hè? Met die video wil jij het niet aankomen. Ja, dat is ook. Ik gooi hem weer weg. Zeg, dit is ook maar voor jou. Kijk, wacht. Zo, schudden. Wat leuk, al die beertjes. Ik herinner me wel wat kopje van dat moment. Ik ben heel geconcentreerd. Het is ook gewoon een overhemd, ja. Ja, van zo. Ja, ja. En ik wil je vroeger leren hoe je uit de Rusland helpt. Auto. Alles is een auto. Is een auto.
de wielen, auto. Alles na, hè? Dus alles, dat is mooi. Zeg maar, trein. Ah, auto. Opa blijft eigenlijk hoor. Opa blijft spieren. Die is niet klopt, jongens. Die is voor oma. Dat haar, bro. Ja, dat haar. Dat is echt lijf. Je bent, hoe heet ook weer die ene guy, die voetballer. Renata Rutjes. Ja, 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 ja. Rutjes. Je bent dat zoontje van Rutjes. Juna. Hey. Oh, Juna. Oh, Juna, bedankt. Gaan we samen naar mama? Ja. Oh, wat is dat? Die is het in dat pomp, is dat een sneeuwpan in die staat? Dat is cool, hè? Hoe is dat nou voor jou aan het zien, Shem, dan? Ja, gek. Ik weet er niks meer van, dus dan is het best wel gek, eigenlijk. Ja, maar herken je jezelf erin? Ja, van foto's, maar... Ja? Oké! Okay. Hey, oh, ja. Ja. Oh, dat is geniaal. Milan die deels op die struikel of wie is dat? Oh ja, ik deels op het viel. Zo is lastig. Ja. Dat is een mooie auto op, dus dan. Zo schattig. Zo jammer dat je nu niet meer lacht op meisje. Ja. Nu ben je zelf heel grappig. Ja, nu ben je zelf grappig. Niet zo ver. Lekker bezig hoor. Ja, zo, zo, dat is best ver. Oh. Ik dacht even. Ik was weer aan het eten hoor. Ja, mijn opa. Ja. Opa is met vogels. Vogels voor. Dat voer. Zo mooi dit. Ik vind het wel leuk hoe je dat doet met die vogelzaad. Dat is niet aan het filmen. Oma, oma altijd zo druk en zenuwachtig. Kijk, ze houden alles in de gaten. Ja. Ze hadden ook nooit een kerstboom, hè? Dat was hun kerstboom. Ja. Die stond een naald in het huis altijd. Ja. Helpt ook maar goed. Ja. Zo. Die stal uit die bak. Heerlijk. Ligt mijn naast dan in. Wat is dat? Kijk eens. Wat is dat? Oh, dat was hier. Hier komt het. Ja. Nou, laat het trekken staan. Laat trekken staan. Laat trekken staan. Mooie auto, Jenna. Mooie auto, Jenna. Jenna, jas uit. Ga niet weg. Ja, zorg er goed voor, jongen. Ja, jasje uit. Goedemiddag. Ja. Ja. Ja, op mijn toelopen, die uitgezonderd. Ja. Dat is nu andersom, Jen. Ja, ja. Het is voor mij zo. We hebben een vuurwerk aan het afsteken. Ja, natuurlijk. Ja? Dat was Rutger. Ja. Dat is Rutger. Nee. Dat heb ik helemaal vergeten. Ik gooi het ook gewoon naar Rutger toe. Rutger was toen echt... Het was wel leuk, want
toen waren Rutger en ik al vrienden. En toen daarna heb ik gewoon een jaar lang met Rutger samengewoond. Ja. Ik gewoon. Ja. Maar dan ziet hij er wel, zag hij er wel wat anders uit. Ja, nou ziet hij er zo uit. Nu zo'n bodybuilder. Bam! Bam! Oh, sneeuw. Oh, dat is in Den Haag. Dat is in Den Haag. 8-2-2007. Oh, je, dat mutsje weet ik nog. En dat jasje ook. Zeg maar sneeuwpop maar. Ik weet het al. Sneeuwpop? Dat is gewoon plak sneeuw. Toen was je nog geen idee. Eens kijken bij de glijbaan. Jij dacht, ik blijf ook mooi binnen staan. Ja. Je gaat niet mee naar buiten. Dat blijft echt goed plakken. Heerlijk. Zo mooi. Zullen we sneeuwbal maken? Het blijft gewoon in mijn hand. Waarom doe je dat dan? Wat doe je? Gezellig tuintje. Ja. Die deur dicht. Nee, ik dacht ik blijf mooi binnen staan. Ja. Ja, je bent gewoon nu helemaal alleen in de tuin. Oh ja, je ging tegen dat raam aan. Ja. Dat weet ik nog. Ja, echt? Ja. Wat ga je doen? En zometeen doet hij met zijn gezicht tegen de raam aan. Want ik heb daar namelijk ook nog filmpjes van. Kijk dan. Ja. Ja? Vind je het mooi? Het ging je zo blazen tegen dat raam aan. Maar ik weet niet of je dat ook in dit film, dat jij hebt filmt natuurlijk. Maar... Ja, ik weet. Shanna, wat is dit? Shanna? Shanna? Wat is dit? Sneeuw? Dat is een retorische vraag, man. Ja. Dat is een retorische vraag, man. Hoi, steen! Wat is dat, steen? Oh, je mag niet met steen gooien, hè? Nee. Nee. En nu gooien. Ja, je moet sneeuwbal maken. Ja, maar wat ga je maken dan, sneeuw? Mama! Ja? Sneeuw. Daar ook sneeuw? Ja. Op het vogelhuisje? Huis. Op het vogelhuisje, ook sneeuw? Het is zo mooi hoe een klein kind eigenlijk de wereld ontdekt. En op je ja. Die manier. Ja. En vaak is het ook zo dat zeg maar de vader of moeder het beste dan zo'n kind verstaat, want Ik verstond het niet. Nee, ik ook niet. Maar meestal, ik denk dat jij op dat moment wel weet wat Shen zei, maar ik heb geen idee. Ik zei het zelf en ik weet het niet. Ja. Oh, kijk eens wie er nog is. Dan gingen wij volgens mij sneeuwbal maken. Ga je Milan meehelpen? Ja, neem met dat petje. Helpen? Veel te lang gehad, man. Oh, maar dit is één. Kom je helpen. Volgens mij is het ook letterlijk 14 jaar geleden dat we plaksneeuw hebben gehad. Ik kan me niet herinneren dat wij nog een keer zo'n goede plaksneeuw hebben gehad. Ik maak een blok hoor, want rondje gaat niet. Maak hem plat van een rondje gaan. Wat leuk. Wel geniaal dat je dit gefilmd hebt hoor. Ja, hè? Ja, echt lachen. Hey, wie hebben we daar? Wie hebben we daar? Ik zeg ook niks. Hallo, Jenna. Hey. Hallo Jenna. Je bent in de buren. Nou, je heel erg op mij gooit. Voor André, toen je Lozijs hoofd zou waren, voor André is zo mooi gooien die precies op jou als hoofd. Heel leuk.
Kom maar lopen naar mama toe. Oh nee! Ja! Oké. Lopen naar mama toe. En dan gooi je. Wat zeg je nou, homo? Ja, dat denk ik wel. Homo! Ja! Mama! Oh, mama. Oh. Kijk eens wat een mooie sneeuwpop wordt dat, Jenna. Ja, een mooi vierkant blokje. Mooi vierkant blokje, Minecraft. Goeie. Vaak een Minecraft sneeuwpop, ja. Ik kan alleen maar bannen gooien vandaag. Nou, dat is pijn. Oh. Zo, Jenna. Zo. Zo mooi. Je moet raak gooien. Zo. Hallo, kijk even uit. Ja, ik sta eigenlijk van, nou ja. Volgens mij wel een sneeuwpop binnen. Ik weet niet. Oké. Oh, de sneeuw is weg. Oh, dit is een maandje later, 11 maart, zie. Ben je bijna twee. Dit is wel heel spannend dit. Ja. Leuk gezin. Welkom to Jackass. Film je dat Enzo hier vanaf ging, was we gelijk maar in mijn tuin. Ja. Zak dat was erin. Fantastisch. Echt fantastisch. Oh, ik knip het niet. Is dat de batterij? Dat ben je altijd in dat show, altijd dit zo. Geweldig. En nog een keer. Ik sta wel weer op. Ja, je stond altijd op. Mama. Ja, dat was echt hard. Mama. Mama, nog een keer. Mama. Je viel met je kop tegen de tafel ook, joh. Je even stuk gewoon. Ja, houdt wel de spanning op. Ja, ja, voor jezelf. Eerst nog even een advertentie nu. Zo eng vond ik het. Ik denk, oh jeetje, dat ik er niet heen ging. Ja, alleen zo ver achterover. Oh. Waarom doe je dit, hè? Ja, waarom doe ik dit? Tijgerbakken. Irritant voor de buren. 1-2? 1-2? Oh, mooi, ja, mooi, joh. Wow. Oh mijn god. Die weer. Nu doen, Jenna. Gewoon zitten. Ja, dan ga je oud. Oh, doe nou. Wie is dat? Toto. Ik weet niet. Toto! Toto! Wow. Oh, Toto. Toto! Enzo was Toto. Ja, Toto is Enzo. Ik weet niet waarom Shen mij Toto noemde, maar dat zei hij altijd. Ja. Piet. Wie? Piet. Piet? Piet, die is toch al lang weer naar Spanje? Het is 11 maart. 11 ja, maart, zo, dus wel heel laat. Dan ga je nog? Of, ja, inderdaad. Ja. Ja, van heel gesprek op de geleide. Nee. Oh, oh, oh. Zou ik weer zo? Sowieso. Oh, dat kan. Dat doet elk kind ook. Ja. En altijd zeggen ouders, mag niet. Oma. Oh my god. Shit, als eerste motor. Ik maak ook een lawaai. Ja, dat is goed. Nee, maar echt de motor rijden. Ja. Vertel ze weer verhalen over iemand anders die wij helemaal niet kennen. Ja, altijd. Oma heeft altijd verhalen over mensen die wij niet kennen. Ik ben een directeur in de overvliegzone. Ik heb een vader, ik heb een bakking. Nee,
En ook was het mooi te praten met je. Een scooter? Ja, een scooter. Ze zijn gewoon een scooter. Kom je nog even bij opa en oma zitten? Maar kijk, oh, Enzo. Heeft zijn pyjama gaan. Waar was ik dan? Ik denk dat ik bed. Ik filmde, maar jij zit in de keuken. Oh, kijk dan. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, zie je mijn pantoffels wel? Nee? Check mijn pantoffels. Hoi, zie je dat? Kijk de pantoffels die ik aan heb. Let op, hè. Kijk, let op. Nee. Hele foto zeker. Oh, die weet ik nog, die weet ik nog. Kijk. Oh, ja. Voor die berenpootklap. Ja, ik weet ook gewoon nog waar we die vandaan hebben, welke winkel, alles. Ja, hè? Ja, echt gek. Ik ben bijna furry. Ja, echt. Van Star Wars, die beer. Ja, die acquisitie gaan een keer leven. Jij moest gas geven met je voet, volgens mij. Ja, het officiële dingetje, daar moet je op staan. Ja. Dat moet ik niet door, deze scooter, hè? Ja, mooie scooter. Hij mag wel een veel achter een fiets voor 4 jaar. Ja. Maar eerlijk, ik vind het open oma bijna niks van. Nee, ik wou net zeggen. Ja, klopt. En dat in hoeveel tijd? Nou ja, 14 jaar. In 14 jaar. Ja, 14 jaar. Nou, het is precies 14 jaar geleden, ja. Ja. Zie, ik ben aan het filmen. Ja, ik ben aan het filmen. Ja. Oh, en dan zie ik dat je op bed ligt. Ja. Maar volgens mij filmde ik best wel vaak, want ik vond het leuk. Oh my god, nou ik ben ook veranderd. Ik vond het heel leuk om te filmen dan. Ja. Dat heeft toen ook, die camera kocht ik toen ook, ja. Ik vond het super leuk om te filmen. Niks zeggen en filmen. Ik wil mooi te praten. Oh, dit dan. Wat doen we hier? Hey, feestje. Oh, dat is jumpstyle. Gaan we jumpen? Oh, ik ga we jumpen, man. Ja, ja. Let's go. Komt-ie. Dit hadden we geoefend. Wow. Oh, mijn god, kijk dit. Hey. Oh, check dan even. Lekker bro, lekker hoor. Knap, hoor. Oh, hoor je? Ik zei, het is één keer. Ja, dat is fout. Kijk, zin nou. Ja, dat is dit was wel zwaar, hoor, dat jumpen. Computer daarachter. Val op. eigenlijk super mooi als ik dit zo zie, hoe leuk het wel niet is als je zoveel leeftijd verschilt. Ja, echt wel. Ja. Eigenlijk wel heel leuk. Dus dat zo'n twee oudere broers en dan zo'n kleine. We hebben zoveel met jou gespeeld op die manier en gek gedaan. En alles wat dan niet mocht, zeiden wij van doe maar chef. Oh, je krijgt wel een luier moment hoor. Nu ben je in de buurt. Ik heb het nu warm. Ik ben bijna te warm. Ik was weer aan het filmen. Ja, we zijn weer aan het filmen. Heel serieus bezig met zand. Oké. Het moet wel warm geweest zijn. Ja. Kijk, er zijn ook van die paashaasjes daar. Ja. Ja.
kan een kind dus... Dat was Milan. Ja, Milan. Milan. Ja. Zijn eentje in het water? Nee. Nee? Wat is het dan? Tijd. Zand. Deze mag jij er straks ook. Ik. Ja. Wat is het dan? Wat hij is klein. Oh. Milan, en toen moest ik er toch reageren. Kijk, oh, dat ben ik. Oh, ik ben weer met mijn bloemetjes bezig. Jarig? Ja. We spelen ook buiten. Ja. Is het mijn hypnotie? Hoe oud is je nou geworden dan? 2. Ah, zo schattig. Zo. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 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 Ah, handje man. En dan krijg je een dikke kus. Ja, ik weet nog wel dat ik jou ook een keer een kus gaf als baby, maar jij was ook altijd aan het kwijlen. Ja, als jij nou dan... Als je een beetje grove vent, hè? Maar zeg je? Spring. Zeg maar tegen papa. Spring. Ik weet wel altijd dat dat was echt een dingetje bij ons in de familie. Wow! Oh mijn god! Dit was even terug dat je in mijn buik zat. Oh mijn god! Dit was ook einde video, bedankt voor het kijken allemaal! Wow. Dit was mama na 2 krat bier. Oh mijn god! Jeetje. Nee, maar wat ik wou zeggen is, in de familie was het altijd super, dat was echt het moment van het begin van de dag. En dat was echt speciaal. En het was alleen in het weekend om bij mama in bed te liggen. Ja, dat klopt. Dus als wij dan wakker werden, dan hadden we de piano nog aan, liepen we meteen bij jou, veel in het weekend, dan gingen we bij jou op bed en dan gingen we altijd nog tv kijken. Ja. En dan koffie. En dan pakte jij koffie en dan bleef wij in bed liggen. Dat vonden we geweldig. Dat weet ik nog heel goed. Ja, dat weet ik wel, En dan ook blijkbaar bij Shen deden jullie dat. Ja. En wij waren toen al te oud. Ook al hebben we volgens mij nog wel eens erbij gelegen. Je maar wij waren toen al wat ouder. Dus toen ging Shen altijd bij jullie in bed. Ja, en Shen die was ook altijd om 6 uur wakker, hè. Echt zo vroeg wakker. Ja. Jeetje, maar wat een beenspier heb je ook. Maar gelukkig. Ja. Oh, je bloem uitgepoept. Ja, Shen ligt er al. Oh ja. Oh. Hoe lang heeft het geduurd dan? Nou, weet ik. Heel lang. Ja? Heel lang. Oh, kijk, 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 kijk. Oh. Zo lief, hè. Het is wel een dikke kop. Ja, maar jullie waren allemaal dikker, hè? Allemaal meer dan 8 pond. Allemaal. Ja, ik weet ook dat Shen echt nog op hele late leeftijd een babybuikje had. Want Shen in de luien zat altijd een dikke pens. Ja. Zo schattig. Oh, maar dit is alweer thuis, hè? Ja. Met de kraamloop. Die spiegel. Ja. Ja, dat is geniaal. Kijk hoe klein je bent, hè? Ja. Kijk dan hoe je nu bent, hè? Wow. Is dat bizar? Ja, maar zo'n mooie baby, hoor. Nou, dat mooi. Je kijkt wel een beetje. Ja, ik vind het lelijk. Of een boze cowboy kijk je een beetje. Je oog is helder open. Nou, oh, oh. Oh mijn god. Je zag ons straks. Dat is niet veel veranderd, dat je. Zo ben je vanochtend wakker. Oh, maar je bent echt maar een dag oud, hè? Want de navelstreng zie dat het stukje is nog niet afgevallen. Nee. En dat? Ja. Oh. Wat gek.
rolletjes. Oh, stokte in de been. Dus temperatuur. Dat is lekker. Oh, dit vond je echt wel inderdaad lekker. Ja. Maar dit is kraamzorg. Dit is kraam, ja. Nee, dat is echt de kraamzorg. Ik lag geen bed. Dan zie je allemaal wazige dingen, hè, als baby dan nog. Ja. Ik was aan het spelen. Ja, dit is hoe jij nu op een festival staat. De raven. Strak aan de bellen. Kijk, daar had ik wel weer aan haar trouwens. Ja, dan gaan we terug in de tijd dus. Wat ben ik aan het doen met mijn eten, joh? Ja, dat weet ik ook niet. Zie je dat? Hawk, zie je dat? Ja, toen Tony Hawk, ja. Kijk, daar, hij past gewoon in die pan. Zo klein. Het is best moeilijk zo'n tafel zitten. Ik kwelt. Ik kwelt op mijn hand. Ja, ik kwelt op mijn hand. Zeker toch? Ik kwelt op mijn hand. Wat zei je dat ze doen en zo? Ja. 504, 504. Ah. Ik doe het lingo op de achtergrond. Ah. Zullen baby's het echt leuk vinden? Ja, je kan ze nu naar afvragen, dat vind je raar. Kijk, dan hangt aan een enkele klauwen ook. Alsof je spook heeft gezien. Ook helemaal kaal, hè? Ja. Born to be famous! Nog een born to be famous. Hoeveel shirtje. De hele collectie leeg. Hoe graag wilden jullie dat hij beroemd werd? Kijk, een hele collectie. Dan krijg je die ik. Nice, Coolcat heeft een nieuwe collectie, Born to be famous, komt alles. Ja. Bestond er nog, Coolcat. Oh, weer Born to be famous! Ja, letterlijk weer een andere! Is het misschien een idee dat dit gewoon een serie wordt? Dat je hier gewoon vier delen van hebt? Ik denk het wel, ja. Ja, je moet niet verder dan dit. Dit moet zeg maar de cliffhanger zijn voor volgende keer. Ja. Dat jij uit die stoel... Nou, Jezus, dat vind ik wel heel erg. Wat dan? Dat ziet er toch niet uit? Nou, mensen, een hele rare spier op je. Wat hierna gebeurt, dat geloven jullie nooit. Nee, dit is niet normaal wat hierna gebeurt. Want er gebeurt iets... Nou, die stoel die flikkert zo in de kast. Wat zie ik eruit? Als een planteneter, zo. Dit wil je zien. Dit wil je zien. Bij 10.000 likes, volgende keer gaan we verder. Dit was het einde van deel 1. Deel 1. Dat moet wel, hè? Deel 1, het is zoveel. Ik had het nooit verwacht. Jullie? Nou ja, dit staat letterlijk daar nog gewoon... Even, je hebt nog voor bijna 6 uur beeldmateriaal. Nee. Ja, dat staat daar. Hier, ja. 1 uur, 2 uur, 3, 4, 5, bijna 6. Ja. Nou ja, dit was dus deel 1. En einde van de video. En wil je nog een deel 2 zien, dan zou ik zeggen, laat het maar weten. Ik vond het wel heel leuk om te zien. Jullie dan? Ik ook heel erg. Ja? Ja, ja ik vond het heel leuk om te zien. Jij vond het ook echt geniaal. Ik vond het echt superleuk. Ik ook. Ja. Nou ja, we gaan nog meer zien binnenkort, dus laat me weten wat je ervan vond. En blauw duimpje natuurlijk. En vergeet niet te abonneren, want ik wil zo graag naar die 100.000 abonnees. Dus help me mee. Oh, dan krijg je die award button. Ja. Dat wordt gek. Ja. Dat wordt gek. Dus ik zou zeggen, wil je nog meer zien? Eerst 100.000, dan deel 2. Nee, deel 2. Misschien wel nog deel 3 dan. Ja, denk ik wel. Ja joh, maar als je een echte goede YouTuber bent, maak je een deel 4. Nou, einde van de video jongens. Ja, ik laat maar weten. Ciao, ciao. Ciao.